De rekenkamer van Suriname bevindt zich momenteel in een veranderingstraject. U hoort de voorzitter van de rekenkamer, Germaine Velter, en het lid Paul Brandon hierover. Mevrouw Velter, hoe is het met onze rekenkamer? Wel, onze rekenkamer is in een proces van verbetering. Dus we zijn nu in een fase waar we zijn overgestapt naar, waar we overstappen naar een professionele organisatie. Dus we zijn in een veranderingstraject. Oké. Kunt u ons in het kort uitleggen wat het werk van de rekenkamer allemaal inhoudt? Het werk van de rekenkamer is vastgelegd in onze wet Rekenkamer van Suriname, gedateerd van 1953. En daarin staat omschreven dat de rekenkamer toezicht houdt op de overheidsbestedingen en inkomsten in de ruimste zin des woords. Dat is even in een vogelvlucht uitgelegd. Oké, en met welk doel wordt er controle uitgevoerd? Het grotere doel is om de belastingbetaler naar de belastingbetaler toe de verantwoording te verrichten. Oké. Meneer Brandon. Ja. Het rekenkamerverslag is recentelijk ingediend. Klopt. En wat staat in zo'n verslag? In feite heeft de voorzitter het eerder aangegeven. We geven in de breedste zin van het woord verantwoording van inkomsten en uitgaven van zoveel mogelijk alle departementen van staat. Ja. Waardoor elke burger eigenlijk van het land kan inkijken hoe er met de belastingcentjes zijn omgesprongen. Oké, en in het verslag zijn aanbevelingen opgenomen. Wat wordt daarmee gedaan? Nou, in principe is het de bedoeling dus dat de rekenkamer mogelijkheden geeft of verbeterpunten aangeeft hoe het te veranderen. Maar er is eigenlijk nog een aangelegenheid die door het parlement moet worden opgepakt om de plaats van het verslag een betere plek te geven. En daarmee wil ik zeggen dus dat ze in het parlement moeten nagaan zelf wat ze precies met het verslag willen hebben. Ja. Uiteindelijk zijn ze representanten van het volk om precies te weten hoe ze die communicatie naar het volk toe een betere plek geven. Maar dat moet het parlement zelf besluiten. Oké. Okay. Mevrouw Germaine, mevrouw Velter. Het verslag is gepresenteerd volgens een nieuwe werkmethode. En kunt u ons uitleggen wat het globaal inhoudt? Globaal houdt het in dat we sinds december 2017 van start zijn gegaan met het implementeren van rechtmatigheidsonderzoek volgens internationale standaarden voor de rekenkamers. Die internationale standaarden worden ons toegereikt door onze moederorganisatie, dat is INTOSAI, de International Organization for Supreme Audit Institution. En wij als rekenkamer hebben door tussenkomst van de IDB met twee internationale consultants deze nieuwe werkmethode opgezet. En daarvoor hebben we een concepthandboek laten vervaardigen. En in het dienstjaar 2018 zijn er twee pilotonderzoekingen uitgevoerd volgens deze nieuwe werkmethode. En in het verslag van 2018 hebben we de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd aan de samenleving. Oké, maar waarom is er overgestapt naar deze methode? We moeten ook meegaan met wat de wereld van ons vraagt in positieve zin. Gaan naar standaarden. Elke rekenkamer heeft haar eigen unieke werkomgeving waarin ze werken. Ja. Onze vorige methode was gebaseerd op onze eigen manier van werken binnen Suriname, maar ook om beter te communiceren met je collega's in de regio en ook met je collega's op internationaal niveau. Dan is het toch goed dat de Rekenkamer van Suriname van start is gegaan met deze werkmethode. En het is ook goed om te vermelden dat bij de eerstvolgende meeting van internationale organisaties dat we ook een betere score kunnen verkrijgen. En dan heb ik het dan over een CIPMF. CIPMF staat voor Supreme Audit Institution Performance Management Framework. En dat is een tool speciaal geformuleerd voor rekenkamers om te meten in hoeverre we voldoen aan internationale standaarden. Oké. Een van de onderdelen van het verslag is om de rekenkamer volledig onafhankelijk te maken. Ja. Wat is de status van het proces, meneer Brandon? Nou, we zijn enkele jaren terug
heeft het college besloten om een commissie in te stellen die in samenwerking met een accountantskantoor erop is gaan zitten om na te gaan hoe we een wending kunnen geven aan het werken van ons. En we moeten zeggen dus dat die commissie zijn werk heeft gedaan, heeft een aantal gesprekken gevoerd met commissies van het parlement die belast zijn met deze aangelegenheid, juristen van allerlei soort pluimage die ook hun licht op hem hebben doen schijnen. Verder hebben we een gesprek gehad met onze medewerkers zelf om hun bevindingen ook te horen, hoe zij ernaar kijken. En verder is het ook zo dat we recentelijk, niet zo lang terug, met de staatsraad ook een tête-à-tête hebben gehad, hoe zij ernaar kijken. Verder moet ik als laatste moet ik aangeven dus dat parlementsleden, zeker vier meen ik, waaronder de voorzitter, het initiatief hebben genomen om het ontwerp officieel in te dienen. En we moeten waarschijnlijk binnen niet al te lange termijn zal het in behandeling worden genomen door het parlement. Mag ik daarop even inhaken? Ja, ja. Voor de volledigheid had het om drie parlementariërs. Die in december 2018 onze initiatiefwet hebben aangeboden. Ingediend. En hoe belangrijk is het voor de Rekenkamer om onafhankelijk te zijn? Laat me er dit van zeggen. In de huidige situatie zijn we formeel ondergebracht bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, directoraat Algemene Zaken, als Hoge College van Staat. Dat betekent dat wij onze salarissen en alle overige uitgaven vanuit die hiërarchie moeten krijgen. En je begrijpt dan dus dat we dus dan niet onafhankelijk zijn. Daarnaast is een ander aspect. We hebben redelijk goed geschoold kader daar. En als je niet kan competen met de markt om je heen, houdt het in dat je een exodus krijgt van skilled people binnen ons instituut naar buiten toe. Yes. Waardoor wij opleiden voor anderen, wat niet de bedoeling kan zijn. En we zijn dus bezig, dat is een van de redenen waarom we ook onafhankelijk moeten zijn, om onze mensen te kunnen behouden, ze beter te kunnen betalen natuurlijk voor het specifiek werk dat ze dan verrichten. En aan de andere kant om ook op een objectieve wijze naar die burger toe, op een verantwoorde manier informatie die we tot ons hebben genomen qua evaluatie bij de departementen te verkopen aan de burger. Want daar gaat het uiteindelijk om. Ja. We moeten niet beïnvloed zijn door geen enkele andere instantie. Gewoon vanuit onze taken, kennis en ervaring die we hebben, moeten we de vertaalslag maken naar die samenleving om hun te kunnen uitleggen hoe het is gegaan met 's lands financiën. Kijkers, we zijn gekomen aan het eind van dit vraaggesprek. Wij bedanken u voor uw participatie. Graag gedaan. Bedankt. Wij willen u ook hartelijk bedanken namens de Rekenkamer voor dit moment. Hartelijk dank. Dank u wel.